Mag ik iets bij deze confession zeggen? Tuurlijk. Ik had hem betrapt toen hij dit aan het doen was. Hey boys, ik heb een vraag aan jullie, man. Op een schaal van 1 tot 10, hoe goed kennen jullie elkaar? 20. 11. Ja, 20. Ja, zij zegt 20. Ja. 14. Ken je die kleine zakje van je broek? Je hebt zeg maar broekzak, maar je hebt die kleine ja, nog. Ja? Die, zo. Heel goed. Noordin Snijder. Daar gaan we nu achter komen. Ik ben heel benieuwd. Edson die heeft er al heel veel zin in. Die heeft de grabbelton te pakken. Wat we gaan doen. Jullie pakken het kaartje, lezen het voor. En vervolgens zegt diegene waarvan hij denkt van wie de confession is. En ook, ook waarom. En dan geven we het gewoon door. Daarnaast Ems. Zo geven we het gewoon door. Ga maar, Edson, pak hem maar. Tromgeroffel. Ik heb een sok onder mijn bed, ja, waarmee ik mijn pie mee afveeg als ik klaar ben. Dit kan maar één persoon zijn. Het is echt een klote handschrift. Ik was zelf. Is het Sjaf? Is het Sjaf? Ik zou voor Ems gaan. Ik ook. Nee, man. Ik zou Schmerry zeggen, man. Nee, ik zou Sjaf zeggen. Ik zou Schmerry zeggen, man. Wat met die sok? Nee, dit is van jou, man. Wie is het? Want jullie zeggen allemaal iemand anders. Hey, wie is het? Ik ben het. Daarom zeg ik je, papa. Nadenken. Maar ik kom gelijk uit de bocht. Want ik zet iedereen aan het nadenken. Niemand denkt aan mij. Ik ben komstig. Maar het is wel een sok, man. Je hebt gewoon een sok onder je bed en als je daarmee klaar bent. Niet regel, maar het is wel een tijdje zeker zo geweest, man. Wow. Is toch gewoon, ik weet niet wie thuis meeluistert en het herkent. Je weet toch gewoon van. Die standaard sok, die kous of die sok, gewoon je bent bezig. En je bent te lui om naar badkamer te gaan, dus je doet even die flata. Maar na een weekje is die wel hard, zeg maar. Die sok is krokant. Hij is niet meer te buigen na een weekje. Oké, de volgende is voor jou. Ja, jij bent. Hij is loco. Dit is die 1% waar ik op doe, natuurlijk. Oké, dit was een moeilijke. Hij gaat weer even tromgeroffel met z'n allen. Ik loop bij de zebrapad op 1 kleur, anders word ik loco in mijn hoofd. Dit kan maar 1 persoon zijn. En dat is? Jer. Ja. 100%. Dat is een soort tik of zo van jou. Ik ben loco, soms. Ik ben best wel autistisch met die dingen. Ja, maar dat is zelf. Ik loop op stoeptegels, ik raak geen streepjes en zo. Zo'n persoon ben ik. Ik herken het omdat ik het bij mezelf ook herken. En ik heb het wel eens met hem erover gehad, dus ik wist het. Oké, vat dit, man. Oké, Sjaf, de volgende. Hij is aan het graaien, goed aan het uitkiezen. Ik heb nog nooit niet gedronken voor een show of gerookt. Nou, dat is natuurlijk deze gozer die naast mij. Ja. En weet je wat is? Ik hoopte dat je zeg maar zou twijfelen tussen mij en Fliep. Nee, man. Nog nooit? Nog nooit. Ik heb nog nooit niet gedronken voor een show of gerookt. Nee, die is makkelijk. Ja. Jij had eigenlijk moeten zeggen. Maar het is Mella dus voor de duidelijkheid. Ja, het is Mella. Okay. Ik heb wel eens een boxershort van Jer gestolen. wat is het verhaal? Ik moet natuurlijk gewoon boxershort of schrijverskap. Ik ga dit zeggen. Leg die man op tafel. We gaan dit zeggen. Leg die man op tafel nu. We speelden bij FC Utrecht. Hij staat nu. Ik ga naar de douche. Ik douche. Nu ik kom bij mijn kleren. Ik droog mezelf af. Nu ik zeg tegen hem, ik zeg zo. Ik ben gewoon mijn boksen vergeten. Nu ik trek spijkerbroek aan. Die nog met ritsen. Zonder broek. Zonder bokser. Zit in de trein. Nu in de trein vertelt hij mij dat hij mijn bokser aan doet. Ik was echt boos. Boksen van elkaar stelen. Zo lang kennen jullie elkaar dus al. Dat is ook wel echt mooi. Hij is voor jou, Mella, de volgende. Ik plas altijd zittend.
Ja, dat is de maintje, man. Ja, dat is Edson. Ja, zeker. Ja, kijk, niet mijn festival, hè. Dan ga ik niet met mijn bril op die vieze bril. Maar ik heb thuis zusjes, dus ja, ik moest automatisch zeggen. Anders moest ik elke keer goed gaan mikken, je weet toch? Dat is ook een dingetje. Geen zin. Ja, kan je beter zitten, joh. Ik zeg eerlijk, dat is nu, bij mij thuis is dat ook die regime, man. Je moet zitten? Ze zeggen die plas spettert zeg maar omhoog, toch? Ja. En ja, dat is niet zo netjes, man. Ik denk dat heel veel vrouwen die dit horen echt heel, heel, heel trots en blij met je zijn, man, Edson. Ja, dankjewel. Ja, man. Oké, dit had ik niet verwacht. De laatste. Het is wel raar, zeg maar, om achteruit, zeg maar, de badkamer in te gaan of zo. Vrachtwagen, kom. Nou, daar gaan we dan. Laatste trompel. Ik heb wel eens seks gehad in het zwembad. Hey, dit is gevaarlijk, hè? Dat leek me zo stroef. Nee, man. Ja, nee, ik hoor je, man. Dat is niet gaande. Lijkt me ook niet. Maar één iemand leek het hier wel gaande. En dat is... Ja, nee, voor degene die zegt dat dit hem niet zo gaande lijkt. Shaf dus. En is het aan te raden, Shaf? Ik zeg eerlijk, in het moment was het wel iets. Maar het is niet echt dat je zegt van... Hey, schat, kom naar het zwembad om iets... toch, dus... Nee, eigenlijk niet. Mag ik iets bij deze confession zeggen? Tuurlijk. Ik had hem betrapt toen hij dit aan het doen was. Nee! Ja, misschien... Snitch! Oh.